Vandaag is het de finale van de Champions League. Bayern München tegen Paris Saint-Germain. Ik ben benieuwd of ik deze wedstrijd ga winnen. Net zoals bij de Croquet Cup finale ga ik vandaag FIFA doen. Een test doen wie er gaat winnen. Het gaat wel een iets raardere finale zijn dan andere Champions League finales. Want ja, deze keer is het in coronatijd. Dus dat betekent dat het stadion ook zo goed als bijna leeg is, zal zijn in het echt. En dit is voor de beker waarvoor ze gaan spelen, de Champions League beker. Dit is de opstelling van Bayern München. Dit is dan de opstelling van Paris Saint-Germain. Ik speel niet als één team. Ja, ik ben eigenlijk gewoon een wedstrijd aan het spectaten. Ja, het is nog gewoon nog met oude teams, dus Meunier speelt hier nog voor Paris Saint-Germain. Well, laten we even spreken over de wedstrijd tegen Barcelona, want die wedstrijd van Bayern tegen Barcelona was echt geweldig. Al moet ik zeggen, Paris Saint-Germain heeft ook wel een goed seizoen nu in de Champions League. Oeh, Neuer is natuurlijk een goede keeper en ja, dat is toch weer een redding. Of nee, was niet eens een redding. Hij trapt de bal naast de goal. Mbappé is heel snel, maar hij past hem. En het doelpunt gaat niet door. Maar kan Bayern München nu de aanval inzetten? Oeh, nu komen ze wel heel dichtbij in de doel. Laat ook zeker even weten wat jullie pronostiek is. Mijn pronostiek is 2-1 voor Bayern. Maar het ziet er naar uit dat we de wedstrijd gaan, de eerste helft gaan eindigen met 0-0. Tenzij als er nu nog iets gebeurt, maar ik denk van niet. Balbezit is nu al voor Bayern, maar PSG heeft al de meeste schoten. Bayern gaat een wissel doen. Coutinho komt erop. Oh, Müller. En goal. Is het buitenspel geen buitenspel? Eindelijk heb je zijn goal. Wel mooi afgewerkt. De bal gaat zo'n paal binnen. Ja, net. Het was eigenlijk eerst via de keeper dat hij binnen gaat. Want Navas pakt hij nog, maar dan kaast hij zo weg. En Coutinho heeft gescoord, dus was dan toch nog een goede keuze van Bayern om hem nu op het veld te zetten. Eén ding is zeker, het is al geen afstraffing zoals tegen Barcelona voor Parijs. Oh! Dat was geen verkeerd schot. Hoekschop. Voor toch wel een belangrijk moment in de wedstrijd. Oh, dat is wel een mooie actie van Paris Saint-Germain. We gaan scoren! Oh, Neuer is een goede keeper. Nee, maar met de hoekschop. Het is een heel erg belangrijke hoekschop voor Parijs. En ik ga de scheidsrechter afluiten of nee, laat nog even doorspelen. Dit zal dan waarschijnlijk ook de laatste actie zijn. Oh, hij fluit toch af. En Bayern wint hier de Champions League. Ze hebben al vaker gewonnen. Maar eentje kan er wel nog bij. Iedereen bij Bayern natuurlijk blij. Nu gaan zij de beker omhoog doen. Wie mag de beker vasthouden? Ja, Neuer zeker. Want hij heeft de kapiteinsband. Maar dit was dan een video. Hopelijk vond ik het een beetje leuk. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik u weer terug bij een volgende video. Dus tot de volgende keer maar weer. Doei doei.